Een bijzondere dag vandaag waar verdriet en liefde samenkwamen. Familie, vrienden en collega's van Tattoo Karel organiseerden een feestje voor de ongeneeslijk zieke tatoeëerder. Karel heeft een aantal weken geleden te horen gekregen dat hij longkanker heeft en nooit meer beter zal worden. Dit nieuws kwam als een klap voor Karel en zijn omgeving. Het is niet eerlijk. En helemaal niet. Hoe moet je dat uitleggen als je het te horen krijgt? Ik woon zelf in Alkmaar en we werden gebeld. Ik ben in 1 uur en 1 kwartier was ik hier in Groningen. En dan het ergste wat ik gewoon vond is hoe hij daar zat. En hij kreeg natuurlijk wel gelijk te horen van hey, misschien komt het niet meer goed. Uiteindelijk weten we nu dat het niet meer goed komt. Het doet me heel veel verdriet hoe iedereen anders ermee omgaat. Mijn moeder, hoe hij zelf daar zit, hij is er nog niet klaar voor. En dan moet je eigenlijk krijg je op je bord van hey, je moet je er eigenlijk, ja, hoe moet je dat uitleggen? Je moet dingen in je hoofd zo gaan neerzetten dat het is straks voorbij. En dat is heel moeilijk. Karel vindt het bijzonder dat zoveel mensen vandaag voor hem hier zijn. Dat ze toch waardering voor je hebben. Of gehad hebben, of wat of nog stil hebben. En dat is een stukje waardering. Dat vind ik heel leuk. Ik denk dat het voor iedereen belangrijk is wat hier vandaag binnenkomt. Dat is toch niet meer dan normaal, denk ik. Karel is een zeer gewaardeerde tattoo-artiest in Groningen. Het is niet mijn natuurlijke vader, maar toch is het mijn vader, ja. Zo, hebben we even. Mijn vader. Een wereldman. Overal ter wereld geweest. Een aanpakker. Alles wat ze eigenlijk op hun bord krijgen, dat doen ze gewoon. Hij pakt gelijk aan. Een hele fijne man, een hele lieve man. Het is ook af en toe echt een... Mag dat woord niet zeggen, maar hij kan soms heel vervelend zijn. Maar over het algemeen is het echt een hele lieve man. En daarom, dat kan je ook wel merken, dat iedereen die er nou is, ik denk dat hij dat hetzelfde wil vinden. En dat zal ik voor eeuwig koesteren, om het zo maar te zeggen. Door die rotziekte moest Karel zijn tattooshop sluiten. Het is een zware domper voor hem dat dit moest gebeuren na bijna 50 jaar als tattooartiest en leermeester voor velen. Omdat Karel en zijn vrouw nu geen inkomen meer hebben, organiseerden vrienden en familieleden een benefiet. Wij proberen zoveel mogelijk geld in te zamelen om mijn ouders nog even samen op vakantie te sturen. Dat ze eventjes de ziekte en alle sores achter zich kunnen laten en nog even met z'n tweeën genieten. Maar vooral belangrijk is dat er vandaag genoten wordt. En dat vandaag een onvergetelijke dag wordt voor Karel, familie, vrienden en collega's.